Die slag van die Wit-Omfolozi en die annexatie van Natal door Engeland. Nadat die Zulu-machte bij Bloedrivier verslaan is, het die krijgsraad besluit om de Kaanstad aan te vallen. Daar is echter net een brandende stad aangetref en die gebeente van Retief en zijn mannen, waar daarop aan de voet van Kwamatiwane begraven is. Andries Pretorius ontvangt een bezoeker. En wie is jij, krijger? Pongoza, o groot koning. Wat wil jij zeggen? Ik weet waar die zwarte mensen de beesten van de koning in de vallei weggesteken. Ik loop niet meer samen met Tingani. Die Amaburu heeft gewezen wie die een is wat moet praten. Ik hoor wat jij zei, Bongoza. Mannen, ons moet die kans waarnemen. Maar ik denk hij lieg. Ons zal voorzichtig moeten wezen. Maar ons moet die beesten terugkrijgen. Morgenochtend zon op, vertrek ons met 300 man. En dan zal ons... Mannen, hierdie hand van mij wat hierdie assegai gesteek was, pla mij bij je. Ik is bevreesd, ik zal bloedvergiftiging opdoen als ik niet oppas nie. Ik ga dus liever terug kamp toe. Kom dan, Karel Landman zal die bevel oorneem. Hans de Lange is tweede in bevel. Ons verkenners het vastgesteld dat ons die berg slechts in één kloof kan afgaan. Kom dan, Landman. Ja, generaal. Oppas voor hen lachen, mens weet nooit. Ja, goed gedaan. Een sterkte hoor. Dank u. Onder die kloof bereiken hulle een gelijkte, bestuigen hulle pere en verdeel in twee afdelings om aanvallenderwijs zo op te treden. Hulle blijft toch na bij elkaar en hou die Zulus in die oog. Dan skielik en verder. Daar is een horde Zulus om ons. Commandant de Lange, kijk wat maakt commandant Landman. Hij klim van zijn paard af. Hulle vorm een parelaar. Hulle sal nooit aan stand om in die vijand te. Kom mannen, terug. Commandant, ons aan moet patsje. Ons kruid en rood is amper gedaan en dat is ons klaarpraat. Goed ons, kom ons trek hier in de vier naar die koppie daar oorkant. Ons gaan daar stellen te nemen. Nee, commandant. Als ons kerel het blijft staan is het klaarpraat voor ons. Ons moet hier een klomp in weg. Kom kerels, vooruit. Ons kan ons niet door die Zulus laat vang nie. Toen hulle recht op die Zulus langs de vier afjaag, weg van die laar af, was die Zulus verras. Hulle het verwacht dat die boeren in die richting van die laar zou wou deurbreek, en daarom het hulle gezorgd dat daar baie krijgers was. Sonder veel teenstand het die 300 boeren die rivier bereik en oorgesteek. Toen hulle om die volgende draaistorm besef hulle echter dat hulle voor en toe nogmaals door die rivier zal moeten gaan om te ontkomen. Die Zulus het voor die aanstormende en snelvierende boeren gewijk. Baie het in die bome geklouter en die commando onder hulle laat doorgaan. Een man, Jan Oosthuizen, het echter hier gesneuvel. Commandant, kijk daar, oorkant is nog een regiment. Hulle storm naar die volgende trif om ons voor te keer. En kijk hier achter ons, duizenden Zulus, hulle kom achter ons aan. Het was nou een wedloop om leven en dood tussen die commando en die Zulus oor wie die eerste bij die drift zou wees. Die bevel was dat die wat eerste door die rivier zou komen, die vijand vanaf die oorkant zou bestook, zodat die ander kon deurkom. In die gevecht op die wallen en in die water van die Wit-Omfolozi het 5 boeren en 5 van Alexander Bigaarse zwartes gesneuvel. Ten skemer was die commando in die laar terug. Die commando se totale verliese was 11 man, terwijl ongeveer 1000 Zulus in die veld bleef leid. Pretorius het daarop gelast dat die commando met die terugreis moet begin en op 7 januari 1839 was hulle terug in Soilaar langs die Klein Tugela. Burgers! 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 Dit is noodzakelijk dat ons nog een commando teen Dingaan sal stuur. Maar ons moet eerst uit die ongezonde laar trek. Ek hoor dat baie burgers al te kennen gegeet dat hulle om ons nieuwe hoofddorp Pieter Maritsburg gaan vestig. Ja, dit is recht. Goed. Vrienden, binnen een paar dagen zal ik vertrek om my laar aan die modderrivier te gaan halen.
In maart 1839 het de ontmoeting tussen een Zulu-afvaardiging en Pretorius plaasgevind en in mei is die bepaling door die volksraad goedgekeur. Die ooreenkomst het so gelees. Na het uitleveren van alle schaden zal de vrede besloten worden onder voorwaarde dat Dungaan de land en de haven derzelfde zuiveren moet en schoon van alles leveren. Dungaan heeft die ooreenkomst echter niet nagekomen. In januari 1840 heeft Andries Pretorius weer met de commando tegen Dungaan uitgetrek. Hij kon ook steun op de hulp van Mpande, wat met de helft van die Zulu-volk van Dungaan weggebreken had. In februari 1840 heeft Mpande zijn machten onder aanvoering van Nongalaza die machten van Dungaan bij de Makonko-koppen verslaan en Dungaan heeft door die Pongola-rivier gevlucht waar hij de Riswazis om die leven gebring is. Daarop is Mpande door Pretorius tot koning van die Zulus uitgeroep. Die gebied tussen die Tugela en Swart Umfolozi is als deel van die Republiek van Natal geannexeerd. Gouverneur Nijpeer spreekt zijn wetgevende raad in Kaapstad toe. U weet het ek gerusten door die handelsgemeenschap in Kaapstad, aanhoudend om die annexatie van Natal gevraagd. Die Britse regering wou niet mijn bewering van die vernieling van die zwartes glo nie. Maar na die laatste aanval van die boeren op die Zulus, wel toe het hulle mij gelijk gegeven. Hier heb ik die toestemming om die haven van Port Natal te bezet. Dus gedateerd 18 juni 1840. Ons moet echter een botsing met die boeren in Natal vermijden. Ironisch genoeg, hier leidt ook een brief van die boeren in Natal, gedateerd 4 september 1840. Hulle verzoek ons andermaal om hulle als een staatkundig onafhankelijke staat te erkennen. Maar, gouverneur, ons kan niet op uw oomlik zo'n expeditie van stapel stuur nie. Ons het niet enkele soldaat of kanon om te sparen. U is recht. Ik zal hulle zo lang mondelijk aan een lijntje hou. Ik besef natuurlijk dat die aangeleendheid ons ernstig raakt. Ons moet bewijs dat ons gezag oor die mensen wat ons land verlaat het, kan handhaven. Meer dan 2 jaar geleden heeft ons reeds toestemming ontvangen om die haven van Port Natal te bezetten. Maar talle problemen het ons verander. Maar nu kan ons tot actie oorgaan. Vooral omdat die volgende gebeuren ons zaak gesterkt het. Ik noem aan u die Napai gebeuren, waardoor 17 zwartkinders door die boeren verslaaf is. En ons vir kaptein Thomas Charlton Smith nabij die Natalse grens moest stationeren om die pondels te beschermen. Ik noem ook aan u die bezoek van die skepe Levant vanaf die Verenigde Staten van Amerika en die Brazilië vanaf Nederland, wat aan onze economische uitdaging gesteld het. En ons moet die handel van Natal voor onszelf monopoliseren. Die twee skepe het ook die strategische waarde van Natal beklemtoon. Juist, ja. En u weet ook wat die ontdekking van steenkool nabij Port Natal voor Brittannië's stoomscheepvaart kan betekenen. En wat van die succesvolle aanplan van katoen? Nou, voor alles een mens daaraan denkt dat Brittannië reeds katoen van Amerika invoert. Precies. En toe besluit die volksraad verleden jaar augustus om alle werkloze Zulus zuid van die Tugela in een reservaat in die zuiden van Natal te plaatsen. Dus die finale strooi wat die volksraad terug gaan breek. Dit zal nou leiden tot oorlog tussen die verskeie stammen al daar en op die oostgrens en tot onkosten om die grens te beveiligen. Ik voel nou dat aan kaptein Smith opdracht gegeven moet worden om naar Port Natal op te rukken. Heet ik u steun, meneer? Die nieuws van die beplande annexatie het allemaal in Natal ontstel. Ja, ons het pas die land met ons bloed gekoop. En nou dit. Ek dien hiermee een motie in dat ons dadelijke protest aan die Britse regering stuur. Is daar een secondant vir die motie van meneer Marais? Ja, meneer Spies. Meneer die voorzitter, ek secondeer die motie met graagte. Maar ek wil die volgende amendement bijgevoeg hê. Ons moet in die brief ook laat weet dat ons vastbesloten is om die Britse troepen met wapens teen te gaan. Ja, dit is baie duidelijk dat hy saamstem. Goed, ons sal Jacobus Bossel vra om die brief op te stel. Meneer, dan het hier een memorie aangekom
waarin die ondertekenaars die noodzakelijkheid beklemtoon om onder die huidige omstandighede een commandant-generaal te hebben. Hulle verzoek dat die heer A. Pretorius weer in die pos aangesteld wordt. Ik stel die zaak nou op voor bespreking. Hierdie verzoek is goedgekeurd en Pretorius is aangesteld. Op 1 april het kaptein Smith oor ons grense getrek. Commandant Pretorius het ons opgekommandeer, maar van dat ons hier is, doen ons niks om Smith te keer nie. Ja, nee, ek verstaan het ook nie. Ons het mondelings één skriftelik protest in die Engelse opmars aangeteken. Dit het nou wel geen effect gehad nie, maar ons streek nie op nie. Ja, maar dit is glo bepaling van die volksraad. Hulle is bang dat daar van ons aansoek om erkenning van ons onafhankelijkheid niks sal kom as ons eerste optree nie. En daarom mag ons niks doen voor die Engelse die eerste skoot afgetrek het nie. Net voor die aankomst van Smith en sy 250 man te Port Natal aan die begin van mei 1842, is andermaal een protest van die volksraad 2 maal aan Smith gestuur, maar hy het geweier om dit te ontvang. So kom die haven sonder enige verzet weer in Engelse hande, en het Pretorius sy kamp te Congella, so wat 4 kilometer vanaf Smith se laar, opgeslaan. Meneere, ons moet nou en nie 1 dag later nie, 'n ultimatum aan Smith stuur, waarin hy aangesê word om onmiddellik af te breek en te vertrek. Of om die gevolgen te dra. Op 17 mei 1842 het generaal A.W.J. Pretorius een brief in diervoege aan kaptein Smith gestuur, maar Smith het geweier om pad te gee. Enkele dagen later het Pretorius een stuk of 60 van die Engelse trekosse afgeneem. Dit het Smith laat optree. Wat zou dit wees? Pieter, hoor jy dit ook? Luister, hoe spang die visse vanaand daar in die baai. Ja, ja, ek hoor. En dis groot vis daar. En hulle dra rooi baaikies. Ja, kyk mooi. Hulle trek oor die nat sand teen ons uit. Kom, ons moet die kommandant gaan waarsku. Ons moet gereed wees om hulle te ontvang. Burgers, daar is geen twyfel waarin die Engelse op pad is nie. En hulle is glad nie eers van ons bewus nie. Ons wacht tot hulle goed onderskoot is. En allemaal vuur as ek die teken gee. Probeer vir al die trekdiere buiten die geveg stel, zodat die Engelse nie die kanonne kan terugneem nie. Is julle gereed? Ja, generaal. Ja, recht. Een streep vuurstrale slaan die bos uit en saai verwoesting en paniek op die sand. Vooral die kanonne lei zwaar. Verskeie stort in die juk neer, ander wat gewond is, breek die jukskeie en storm vervaart rond. Dit dra by tot die verwarring. Soldaten probeer die orde herstel. Kanonne word losgemaak en omgeswaai, en binnen oomblikke bolder hulle los kroot in die richting van die boere uit. Engels het eers tyd om behoorlik te korrel nie. Ja, die bomme en skroot trek deur die bome. Daar trek so ware vuurpyn ook deur die bome. Na die eerste verwarring neem die klein geweervuur vinnig toe, maar die versiere was ook toegestel. Die koels fluit tussen die takke deur, sodat die blare op die hoede van die boere val. Intussen het die gety begin inkom, sodat talle gewondes in die water lê en spartel. Van die gekweste osse storm bulkend die bos in. Bevele klink weer op. Die soldaten trek aan alle haas by die kanonne voorbij en aangehelp door die vuur van achter is die Britse kolonne weldra in volle aftocht. Mooi zo, burgers, mooi zo. Die geveg was amper 40 minuten lang en ons het niemand verloor nie. En kyk hoe die Engelse daar. Wat zou ons zonder commandant gedoen het? Wacht man, nou moet ons eerst naar die gewondes van die vijand gaan omzien. Die gewondes is dadelijk door een geneesheer behandel. Die volgende dag is hulle samen die gesneubeldes met de wa onder een wit vlag na Smith's kamp gestuur, waar daar beter geneeskundige hulp te kry was. Die lak loopgrawe gemaakt en hulle daar ingegrawe teen die boere se beleg. George Cato, een handelaar in Port Natal, het een van sy vriende, Richard King, van 2 paarden en een achterrijer, Dongeni, voorsien om na Graamstad te rij om hulp te gaan zoeken.
Binnen 10 dagen heeft Dick King zijn noodbrug aan luitenant-gouverneur Heer in Gramstad oorhandig. Binnen nog een paar dagen heeft gouverneur Napier die noodkreet in Kaapstad ontvang. Kolonel Kloete, u zal met alle spoed naar Port Natal vertrekken en voor kapitein Smith ontzet. Die regimenten staan onder uw bevel, kolonel Kloete. U hebt gezien wat die positie daar is. Zorg dat haar majesteitse gezag in ere herstel wordt. Daar kan niet ontken worden dat kapitein Smith dwaas opgetreed niet. Maar hij heeft hem dapper gedra. U zal hem bij uw aankomst meedeel dat hij tot majoor bevorder is. Op 24 juni 1842 heeft die Conch met 100 man aan boord voor Port Natal anker gewerpt en die dag daarna heeft die Southampton met een verdere 300 man daar aangekomen. Die landing van die soldaten is door die boeren tegengestaan. Maar na een kort gevecht waarin die scheepskanonnen een belangrijke rol gespeeld het, was die boeren verplicht om die aftocht te blazen. Kolonel Kloete kon gevolgelijk voor kapitein Smith, wat de volle maan die boeren vastgekeerd was, uit zijn onbenijdenswaardige positie verlos. Leden van die volksraad, zoals u besluit hebt, rug ons nou hier die verzoek tot kolonel Kloete. Ons vraag eerstens om een algemene amnestie voor alle burgers wat in die vijandelijkheden betrokken was. En tweedens dat kolonel Kloete onmiddellijk die zwartes verbiedt om ons te molesteren of te beroof. Kloete heeft naar Pieter Maritzburg gegaan en daar zijn 10 voorstellen aan Pretorius en die volksraad voorgelegd. Die zogenaamde declaratie van onderwerping aan die macht van koningin Victoria. Hiervolgens moest die boeren alle prisoniers onmiddellijk vrijlaat. Alle kanonnen wat hulle gebuit het teruggeven en hul ei oorhandig aan die Britse macht en alle eiendom wat geconfiskeerd was, openbaar en privaat, teruggeven aan die rechtmatige eienaars. Meneer, dit is voor ons een bittere uur. 15 juli 1842 zal altijd bekend staan als die dag waarop die Republiek Natalia om aan die Britten moest onderwerpen. Ons het die zaak nu helemaal uitgepraat. Ik vraag u nu om die akte van onderwerping te ondertekenen. Meneer die secretaris, alsjeblieft. Ons ondergetekendes, behoorlijk daartoe gemachtig door die immigrante boeren van Pieter Maritzburg, Natal en aangrenzende gebied, bied hiermee aan namens hulle en onszelf ons plechtige verklaring van onderwerping aan die gezag van haar majesteit, die koningin van Engeland. En nou, wat van die toekomst? Ik weet niet. Ik weet eerlijk waar niet. Ik denk ons gaan nou maar weer oppak en trek. Het is die enigste uitweg. Op 12 mei 1843 is Natal tot Britse kolonie geproclameerd. Intussen het baie boeren Natal weer begin verlaat. En ten die einde van 1843 was daar in die hele Natal niet meer as 500 gesinne oor nie. In december 1847, na talle mislukte pogings om griewe uit die weg geruimd te kry, het Andries Pretorius ook uit Natal weggedraaid. Die ontdekking van diamanten. Door die eeuwen heen heeft die diamant die mens betover en heeft het om naar vreemde hoogtes gelok. Dit is beskouw als een beschermer op die slagveld. Daarom
is dit dikwijls op die borstwerings of handvatsels van zwaarden aangebring. Vandaag is die diamant iets heeltemaal anders. Voor ons is dit die symbool van liefde en weelde. Voor Zuid-Afrika begin die geschiedenis van die diamant in het jaar 1866. Dag, bierman, gaan het goed? Middag, skalke, mensen in jou selde deesdae. Dis die baie werk, man. En kyk hoe lyk die wereld droog en uitgedok. Ja. Ek sê nou die dag vir Martiens, ek sê as hier nou gauw iets gebeur, die slos moet trek. Die plek lyk soos 'n woestyn. Ah, die reën is nie meer ver nie. So sê ons maar altyd, en ons soek daar die wolkies elke dag. Maar is net die son. Ek sê jou dinge lyk sleg. Net so, bierman. En toe waar is die kleinkies? Gewoonlik swerm hulle mos om die huis vir alles hier 'n vreemde kom. Die spulletjie speel agter by die hoenderhokke. Jy weet tussen my en jou, daai klein Erasmus van my is daarom 'n snaakse kat. Nou vir wat sê jy so? Julle Jakobs is mos maar gewone mense. Nee, nou die dag speel hy naby die rivier, aan die kant van die huis sien jy. Daar, dit was nie te lank nie. Toe storm hy die huis in. Ek dacht eers, is langer dom gepik. Maar toe wys hy vir my 'n klippie. So, klein blinkiekie. Ja. Ja, ek het my nie te veel aan die ding gesteer nie. Toe gee hy vir sy sissie die ding om mee te speel. Het wees jou net. Mens verstaan ook nie aldag hoe werk hulle koppe nie. Om ons so opgewonde te raak oor 'n ou klippie. Maar weet jy dan nie van blink klippies nie, buurman? Dit kan miskien 'n diamant wees daar. Ja, kom nou, buurman, jy's erger as die kinders. Nee, ek sê jou. Kom ons kyk net interessantheidshalwe. Hoe lyk die klippie? Weet nou regtig nie, hoor. O, die waarheid is ek, dink hulle die ding weggegooi. Weggegooi? Maar my goeie genigtig, buurman, dan moet ons dadelijk begin soek, sommer nou. Vrou, vrou, waar is jy? Vrou! My genade, ou man, wat se geskreeuw is, dat is iemand dood. Onthou jy die klippie wat ons verskalk gegeet? O, ja, hy het mos nog gedink is 'n diamant. Maar dit is 'n diamant, 'n echte diamant van, wacht, wat sê hulle hier? 21 en 'n 3/4 karaat. Sir Philip Woodhouse het dit vir £500 gekoop. Dit beteken jy kry iets soos 150 pond. Maar ek kan dit nie glo nie. Bedoel jy ja, nou? Ja, ja, ons is ryk, vrou. Hier's diamante. Nie lank daarna nie is die tweede fonds gemaak. En hierdie fondse sou verreikende gevolge vir Suid-Afrika meebring. Nou, my ouwas, Nou, toe. Maar nie, ek vraag maar net of ek maar hier kan slaap vannacht, ouwas. Slaap jy? Die son hang al skief toe aan die kant. Ek dacht toe so by myself is, miskien kan ek maar hier so, maar die dieren sal uitspan en aan morgen weer verder gaan. Maar van waterkant af kom jy, ouwas? Daar, van die kant af, my ouwas. Van de kalk af, was jou op zijn plaats. Gelukkig op der duivel kreeg ons nou die dag een diamant op zijn plaats. Nou toe, ou, maar hoe is jouw naam? Mijn naam was Boy, ou, was, maar ik zou betaal voor die slaperie. Betaal, zei je. En waarmee kan jij nogal betalen? Die ou, was, ik geloof mij niet, hè. Ik betaal maar die clubjes zo. Maar laat ik zien. Boy, sien jy daar, rookie, daar aan de kant. Jy gaat nou zijn door aan, wees jy verbaaskalk van die kerk hoe die klippie lek. Maar jy mag gauw, hoor. En so is die tweede fonds gemaakt. Vir die diamant het van die kerk vir ou Boy diamant 500 skape, 11 verse, 'n perd, 'n saal, 'n toom en 'n geweer gegee. Die diamant is aan die broers Lilienveld van Hopetown vir £11,200 verkoop. Dit was die diamant van 83,5 karaat, wat bekend geword het as die ster van Suid-Afrika. Ah,
Ik zeg voor jou, ons zou skatrijk worden. Dat zal te gevaarlijk wees. Jij weet goed dat hulle sal uitvind. Hoe sal hulle uitvind? Toe sê jy vir my, die hele wereld is diamant, malman. Kijk hoe baie geuggies het opgespring. Klipdrif, Delports hoop, Forlorn hoop. En allemaal hoop vir daar die groot blinkklip. Maar ons gaan nie soos daar die ander gekke claims afpen en ons mal werk nie. O nee. En sê nou maar, hulle vang ons. Dis een willespil hierdie. Hulle sal ons kele afsnij. Moet nie so bang wees nie, niks kan verkeerd gaan. En hoeveel mense is verlede week dood, hè? Hoeveel is besteel? Moet nie daar die woord gebruik nie. Dis een lelike woord. Maar dit bly stil. En een van die daar is daar nie meer diamanten nie, wat dan, hè? Maar wie sê vir jou soke dinge? Kijk wat het nou weer gebeur. Diamante is op Jaarsfontein ontdek. Wanneer was het nou weer? En vandag is ou Jacoba Visser een rijk vrouw. En onthou jy 1870? Die plaas Dorstfontein? Daar is diamante in die pan ontdek. En toe koop London en South African Exploration Company dit vir 5000 ton. En kijk wat gebeur nou hier waar ons is. Weer diamante. En wat gaan met daar die twee broers gebeuren? Wie is het nou weer? Praat hy van die De Beers. Dis recht, die De Beers. Hulle gat geld soos bossies maak. Ons moet maar dag in en dag uit delf en soek. En intussen gaan ons dood van die honger. En as het nie die honger is nie, dan is het ziektes of een misstekerheid. Maar is het nodig om self oneerlik te wees? Ach, man, jy weet nie waarvan jy praat nie. Maar die grootste vraag wat al hoe meer mense begin kwel het, was, aan wie behoort die delwerye? En, soos gewoonlik, het baie stories die rondte gedoen. Herklaas? Herklaas, waar is jy? Mina, ek het gesê, jy moet nie so alleen hier buiten rondloop nie. Jy weet hoe gevaarlik het is. Ach, maar ek was bekommerd oor jou. Kom jy nou uitgeloop, jy dan nie eens vir die kinders nagesê nie. Mina, ek weet nie hoe lang ons nog hier gaan bly nie. Wat bedoel jy? Is toch ons plaas? Jy weet wat gebeur hier om ons. Vanaf hierdie stad hier begin het, het ons net ellende geken. En noem hulle het nog Kimberley. Maar ek begryp nie. Wil jy my sê, jy weet nie wat aan die gang is nie? Hierdie stukkie het baie diamante, maar wie sin is dit? Natuurlik die Vrystaatsin, hoe kan jy dan nou vra? Adam Kok het hierdie grond toch self van die Vrystaat verkoop. En jy vergeet van die Bloemfonteinse konvensie. Daar staan het toch uitdrukkelijk dat die gebied tussen die Vaal en Oranje aan die Vrystaat behoort. En aan wie betaal ons belasting? Aan die Vrystaatse Republiek. Ek het nies vir jou. Waterboer sê die grond is syne. Waterboer? Maar dis onmoontlik. Hoe kan hy so iets sê? Hy sê glo dit was nog altyd sy grond. Selfs voor die voortrekkers hier gekom het. Maar daar was toch een hele klomp Griekwa kapteins aan wie dit behoort het. En toe het onder ons mense terecht gekom. Hy sê dat Adam Kok en sy broer Cornelis aan hom onderhoorig was. Dit beteken? Dat hulle geen reg gehad het om die Campbell grond aan die Vrystaat te verkoop nie. Ek is jammer, ek glo dit nie. Maar dis nie al nie. Die Badlapins en die Koranas, om nie eers van die ander te praat nie. Sê, dis eindelijk alles in. En dan staan seker die Transvaalers ook. Waar hoor jy dit? Rina het my vertel. Haar man weet moes van al die dinge. Hy sê, dis Transvaalsin, want Pretoria se traktate hieroor met die Badlapins en die Koranas gesluit. En die Sandrivierkonvensie sê, die gebied noord van die Vaalrivier is die voortrekkersin. Is die wat ek jou sê. Daar gaan groot moeilikheid kom. En die? Wie kan dit wees? Hier is hier man, hè? Danny, dis jy. Gaat het goed? Nee, man, het moet maar. Waar kom jy vandaan? Nee, man, ek kom nou net van Martiens af. Hy was geloof klipdrif. Maar is groot ding aan nie gebeur. Jy bedoel van president Brand? Net so. Allemaal wat sê die diamantvelde woord aan hulle het nog sy ruk gelede op nooit gedag by mekaar gekom. Ja, ja. Daar president Brand toe bewys dat Waterboer geen aanspraak op die gebied kan maak nie en dat het aan die Vrystaat behoort. Werkelijk. Die president het echter sy aanspraak op die gebied tussen die Harts en Vaalrivier ten gunste van Transvaal teruggedruk. Wat sê? President Pretoria sê, volgens die Sandriviese konvensie is het syne. Maar my genade, ou vriend, dit lyk my ons weet niks. Maar die helft is jou nog nie vertel nie. Op die 29 augustus het president Brand sy aanspraak by wyse van proklamatie omskryf. Hy stel toe magistraat Olof Troeter aan om licensiegeld aan te vorm. Ja, ons weet van die Troeter. Hy handhaaf nogal goeie gesag. Precies. Maar president Pretoria het ook sy aanspraak omskryf en op Hebronne, man met die van de Fourier onder die Spaldelvers aangesteld. Maar Pretorius hanteer sy sake so verkeerd. Wie jy dat hy aan drie van sy vrienden die alleen recht gegeet om diamante te grawe op die grond waarop hy aanspraak maak? Ja, ek... Maar jy weet van hulle, hè? Oh, ja, dis mos pas nou een web, of
Wie was die ander weer? Munich is die andere ouwe. En nou is die douwers kwaad. Hulle het so pas vir de Villiers oor die Valrivier gejaag. Maar kan nie waar wees nie. Ek bevestig is nie al nie. Stryford Parker het een onafhankelijke Delvis Republiek op Transvaalse grond uitgeroep by Klipdrif. En nou gaan die poppe daas. Die inmenging van Brittanje op uitnodiging van Waterboer het een internationale kleur aan die diamantveld kwestie gegee. Dit was eindelijk Richard Saddy wat in Arnold geskryf het om aan Waterboer te sê dat hy die Britse regering moet vra om een Britse onderdaan te word. Saddy het van die diamantveld gesê, dit is die sleutel tot die binnenland wat ons nie mag verloor nie. Die waarnemende gouverneur hy het sonder om onderzoek in te stel aangeneem dat die Griekwas reg was. Hy het die Vrystaat en die Transvaal laat weet dat hy hulle proklamaties van 29 en 31 Augustus 1870 nie erken nie. Verder het hy die Britse regering onder die indruk gebring dat die Republieke grond op onwettige wijze van die Griekwas en inboorlinge afgeneem het nadat diamante ontdek was. Toe die nieuwe gouverneur, Sir Henry Barclay, in die Kaap aankom, het hy Lord Kimberley, die minister van kolonies in Brittanje, gevra of hy die diamantveld, insluitende die Transvaalse en Vrystaatse gebied, kan annexeer. Lord Kimberley het sy toestemming gegee, maar dan moet die Kaapkolonie die bestuur van die diamantvelde oorneem. President Brandt en Pretorius het nou nie meer teenoor Waterboer te staan gekom nie, maar moes hulle saak teen die Britse regering verdedig. Barclay het deur die oë van Saddy en Arnold gekyk. Sir Henry kan meer nou, eerst het help nie. Wat wil hulle meer doen? Eerst kom president Brandt, my spreek. Ja, maar Sir Henry... Toe ek om my kant van die saak stel, vererg hy om. Toe onderneem ek self een reis naar die diamantveld. Ek stel een Britse magistraat Campbell binnen die Vrystaatse gebied aan. Sê nie, asseblief. Toe ek die Delvers beveel om alleenlik aan hom onderdanig te wees, voel Brandt dat die grense van sy staat geskend is. Ja, maar sê Henry... En wat doen hy nou? Hy roep 1000 burgers by mekaar om die Vrystaat teen die Britse indringers te beskerm. Hulle moet een les geleer word. Ek sê vir jou, hier is een oorlog aan die kom. Een oorlog tussen Brittanje en die Vrystaat. Dit wou president Brandt probeer vermy, en hy het sy 1000 man huis toegestuur. Barclay het Pretorius oorgehaal om arbitrasie oor 2 gebiede te aanvaar. Eerstens, die Vaal gebied tussen die Vaal en die Hartsrivier, waar die Delwerye was, en tweedens, een gebied wat verder noordwestwaarts tot nabij Potchefstroom gestrek het. President Pretorius het dus ingestem tot arbitrasie oor grond, wat volgens die Sandrivierconventie en volgens traktate met naturele hoofde deel van Transvaal was. Hy het ook nie behoorlik volmag van sy volksraad gekry vir so arbitrasie nie. Boonop het hy die belangrikste bewyse dat die grond aan Transvaal behoort by die huis laat lê. Die arbitrasiehof met luitenant-gouverneur Robert Keith van Natal as arbiter het in maart 1871 op Bloemhof gesit. Die uitspraak was as volg. Hiermee word die diamantgebied tussen die Vaal en Hartsrivier aan Waterboer toegekend. Tweedens word die Transvaalse gebied wat noordwest daarvan lê tot nabij Potchefstroom aan die Kouranas en Badlapins toegekend. Verder bepaal ek ook dat die gebied... Pretorius is verplig om te bedank en die Transvaalers kies toe vir dominee T.F. Burgers tot nieuwe president. Gouverneur Barclay wou die geskil oor die diamantgebied oplos, deur Brandt ook om arbitrasie te nader, maar Brandt het geweier om oor sy eie gebied te laat arbitreer. Op 27 oktober 1871 het Barclay die diamantveld tot Britse gebied verklaar. Die gebied, nou bekend as Griekeland Wes, het een aparte Britse kolonie geword, met Kimberley as hoofstad en Richard Saddy as luitenant-gouverneur. Die republieke het groot dele van hulle grondgebied verloor, en hulle het heftig geprotesteer. President Brandt van die Vrystaat het sake nie daar gelaat nie. Hy het advokaat Hammelberg na Engeland gestuur om protes aan te teken. Doch die Britse minister van Binnenlandse Sake het geweier om hom te ontvang en aanbeveel dat die saak slechts met die Kaapse gouverneur bespreek moet word. Brandt het nooit moed opgegee nie. Sy leuse was, alles sal regkom, en hy het voortgeveg.
Lord Carnarvon, die nieuwe Britse conservatieve minister van kolonies, wil graag Brand zijn medewerking krijgen in zijn plannen voor een vereniging van Zuid-Afrika. Zolang die geskil oor die diamantvelden bestaan het, zou president Brand niet daar die medewerking voorzien nie. Nadat een Britse geleerde Anthony Froude die diamantuitspraak en annexatie van die gebied sterk afgekeurd het, en die Kaapse Hooggeregshof die Vrystaat in gelijk gesteld het, in uitsprake oor waterboerse eise, wat op vervalste documenten gebaseerd was, het Lord Carnarvon president Brand en die Vrystaat gelijk gegee. Brand is naar Londen genooi om die zaak te bespreken. President Brand, op hierdie stadium zou het totaal onpraktisch wees om die diamantgebied aan die Vrystaat terug te geven. Dit is 6 jaar reeds onder Britse bestuur. Maar mijn regering het besluit om een bedrag van 90.000 pond aan die republiek te skenk. Als vergoeding voor enige verliezen wat die land mag geleid. Aanvaar u die Britse regeringsaanbod? President Brand heeft hier die aanbod aanvaard, hoewel dit nog niet tot zijn medewerking om een verenigde Zuid-Afrika geleid het nie. Eerst na hierdie skikking van Carnarvon in 1877 het die Kaapse parlement om bereid verklaar om die kroonkolonie, Griekoland West, bij die kolonie in te lijf. Nou ontstaan die vraag, waarom is een nieuwe landstreek ten noorden van die Oranje in oktober 1871 tot die Britse Rijk toegevoegd? Dit was eerstens die gevolg van een veranderde Brits koloniale beleid. Die kolonies is gezien als trappen waarop geklim kon worden om Brittannië sterker te maken. Die kampkolonie was vastgevangen in een depressie. Die diamanten zou die handel en markten laat opleven. Met die deurgrawe van die Suezkanaal in 1869 zou die Kaap baie scheepsbezoeken verloor. En die binnenlandse diamantveld kon voor die verliezen vergoed. Gouverneur Barclay's doel was om die republieken zwak en arm te houden, zodat hulle van die Britse kustkolonies afhankelijk zou wees. Daar was zowat 50.000 Engelssprekende Britse onderdanen op die diamantveld. En dit was een kwestie van prestige, dat hulle liever onder die Britse regering moest staan. Dan was daar die strategische oorweging. Die diamantveld is gelee in die pad van die zogenaamde route naar die noorden. Die route waarlangs handelaars en ontdekkingsreizigers naar die binnenland van Afrika gereis het, zonder om door die republikeinse gebied te gaan. Het die diamantveld in republikeinse handen geblei, zouden die route afgesneden. Die annexatie daarvan het die republieken dus naar die oosten teruggedreven. Die Britse regering het bewust geworden van die waarde wat de Verenigde Zuid-Afrika vir hom sal hê. Die wijze waarop hij in die bezit van die diamantveld gekomen het, het hier die ideaal echter onuitvoerbaar gemaakt. Die Transvaalers en Vrijstaters wou niks weet van een Verenigde Zuid-Afrika onder Britse vlag niet. Op politieke gebied heeft die ontdekking van diamanten belangrijke gevolgen gehad. Dit heeft geleid tot die verbreking van die Saint-Rivier-conventie van 1852, waar volgens die gebied ten noorden van die Vaalrivier tot die bezit van die voortrekkers verklaar is, en die verbreking van die Bloemfonteinse conventie, wat weer die landstreek tussen die Vaal en die Oranje aan die Vrystaatse Republiek oorgedraad. Dit was die begin van het tijdperk van Britse imperialisme in Zuid-Afrika. Dit het Transvaalse en Vrystaatse uitbreidingskansen naar die weste stopgezet. Die Vrystaatse Afrikaanssprekendes het hulle van die kolonie afgewend. Hulle het een Vrystaatse vaderlandsliefde en volksgevoel ontwikkeld. Dit was die aanloop tot nationale bewustheid. President Brand het sy oor van die Kaapse havens afgewend en sy aandacht op Delagoa Bay toegespits. Hy het om tot vreemde moondhede gerig, met die doel om hulle in Delagoa Bay geïnteresseerd te kry, zodat hy een teenwig teen Brittannië in Zuid-Afrika kon skep. Een vriendskapsverdrag tussen Transvaal en die Oranje Vrystaat is gesluit, zodat hulle sterker teen die Britse bedreiging kon optree. Dit het die republieke bevry van die las van een kosmopolitische delversbevolking. Als gevolg van die opstelling van die handel in wapens en ammunitie voor allemaal, het er duizenden zwartes hulle op die diamantvelden gaan bewapen, en dit het weer tot verskeie oorloë geleid. Die emoties wat die annexatie van die diamantvelden gewek het, het verdeeldheid gebring. Wat er economische gevolgen het die diamantmijne gehad? Kimberley was die eerste Zuid-Afrikaanse industriële gebied. Waar Zuid-Afrika eerst een landbouwland was, het het nu ook een mijnbouwland geworden. Havens en postdiensten het verbeter, telegraafdraden is aangeleid, banken is opgericht en geld het uit die buitenland ingestroom.
Wol is door diamanten als die belangrijkste uitvoerartikel vervang. Die delvers het saamgekom om maatschappijen soos die De Beers Consolidated Mines te vormen. Die 50.000 delvers, blankes en zwartes wat hier saamgekom het, moes gevoed worden. Daar het dus een binnenlandse markt ontstaan. Die markt het transportrijper Ossewa gestimuleer. Landbouwmethodes in die Vrystaat en Kaapkolonie het baie verbeter en die landbouw het vooruitgang gemaakt. Die Transvaalers was ver van die markt en het een zelfonderhoudende economie gevolg. Op sociale gebied het die ontdekking van diamanten tot die begin van die stedelijke bantu-vraagstuk geleid. Baie primitieve stambantus het net vuurwapens kon verdien en dan weer vertrek om later die blankes daarmee te beveg. Ander het in mijnkampongs gaan woon, waar het met de tijd locaties of zwartdorpen om die blanke gebieden gevormd is. Die probleem van die grootstad zou met Kimberley pertinent op die voorgrond tree. Binnen die landelijke boerensamenleving zou een nieuwe stedelijke industriële samenleving versamel, wat vreemd was aan die boerse levenswijze. Die diamantstad Kimberley was maar net die begin van veel groter problemen, wat later na die ontdekking van goud zou ontstaan.